The goal was make you learn, right? So to make you from a regular thinker to a critical thinker to a creative thinker. Verschillende scholen zijn geselecteerd om mee te doen aan het B-streamingsprogramma. Het programma is gericht op het duurzaam verbeteren van de ontwikkeling van het basisonderwijs, in het bijzonder het vak rekenen. Op zaterdag 18 mei 2019 vond de start van de activiteit plaats op de OS De Hulpschool te Kommerwijnen. Nou, het B-streamingsproject is dus onderdeel van het programma wat we doen om eigenlijk de curricula aan te passen. Het is onderdeel van het BEIP-programma. BEIP heeft te maken met het verbeteren van het basisonderwijs. Maar tegelijkertijd, BEIP staat voor Basic Education Improvement Program. Ja. Maar het staat natuurlijk niet op zich. Het is onderdeel van het beleid van het ministerie, omdat alles wat ze doen, en het B-streaming project is daar onderdeel van, wordt geïntegreerd in de nieuwe curricula die we aan het schrijven zijn. We zijn op het ogenblik bezig alle curricula van de twee hoogste klassen, de vijfde en de zesde klas, groep 7 en 8, te herschrijven. Dus curriculumontwikkeling is daarmee bezig. We zijn ook bezig met de onderwijswetgeving en we zijn bezig het te verruimen zodat in de twee hoogste klassen van basisonderwijs, maar ook in de twee eerste klassen van het vervolgonderwijs, dus LBO en VOJ, het VOJ-onderwijs, dat we dat allemaal samentrekken. Omdat het heel erg belangrijk is dat we kinderen op een heel vroeg voor tijdstip kennis geven, kennis laten delen en ervaringen uitwisselen met betrekking tot technisch en beroepsonderwijs. En B-streaming is dat. Ja? Het gaat dus over engineering, het gaat over technologie, het gaat over, maar het gaat dus ook over alle dingen met, die met kunst en cultuur te maken hebben, om die te integreren in de curricula. Wanneer kinderen dingen op een andere manier leren te doen, dan bereik je dus ook veel meer kinderen. Want, nogmaals, ieder kind leert. Leren is een natuurlijk proces. We hebben geen leerkracht nodig om te leren. Maar je leert op je eigen manier. En de kunst nu is dat we meerdere manieren aan leren, aanbieden aan de kinderen, zodat we alle kinderen mee kunnen nemen. De ene moet het horen, de ander moet het zien, de ander moet het doen. En de vierde die moet een beetje van alles hebben. Hè? Nogmaals, die praktijkervaring is verschrikkelijk belangrijk. En dat geeft het kinder, maakt de kinderen enthousiast. Het maakt ze nieuwsgierig van dingen. Ze gaan het zelf uitproberen. Ze gaan met elkaar dingen doen. De B-streaming is geweldig. En nogmaals, het is nog geweldiger dat de leerkrachten hier zelf zijn om het mee te maken. We hebben hier leerkrachten uit Marowijnen en uit Kommerwijnen. Nou, het is geweldig, die mensen zijn hier zaterdag om mee te doen, om hun ervaringen te delen, om te zien van het kan ook anders. En ik ben hier als minister om van hun te horen, maar minister, we moeten het nog steeds zo doen. Dus ik neem dat weer mee, want ik ben ook bezig met inspectie, met examenbureau, met curriculumontwikkeling, om te laten zien van die manier van de vragen die we stellen op het examen. Waar slaat het op? We willen geen kinderen die dingen uit hun hoofd leren. We willen kinderen die inzicht hebben. Kinderen die geïnspireerd worden door wat we op school aanbieden. Ik krijg te veel kinderen die me zeggen, nou, school is niet leuk. Nee, school is niet leuk. Maar als je deze dingen kan doen, als je gaat leren hoe je een drone kan maken. Ja, dan, begrijp je? En hierop volgt, we hebben dus ook nu straks in uitvoering het TIFET-project en het STES-project. TIFET staat dus ook voor de vernieuwing van het technisch onderwijs. En dan praat ik dus niet meer over lager beroepsonderwijs. Nee, ik praat over technisch onderwijs, dat waarbij kinderen de mogelijkheden krijgen om tot op masterniveau te komen met die technologie. Want wij hebben voor ons arbeidsveld, hebben we die mensen nodig. Dus ik wil niet de kinderen verliezen in de vijfde en de zesde klas, omdat ze
het niet leuk vinden of omdat de taal te moeilijk is. Ze moeten leren. Dingen kunnen ook anders. Ze vinden het leuk, ze blijven in het onderwijsproces, maar ze kunnen eigenlijk al vanaf de vijfde klas gericht bezig zijn met de technologie, met het beroepsonderwijs. Je hebt hier een proefje gezien van hoe werkt je hart? Gewoon met plastic flesjes en rietjes. Maar ja, ik wil dokter worden of ik wil verpleegster worden. En dat stukje gaat me nou aantrekken van, oké, die bloedsomloop. Nou, en hoe zou het nou zijn als ik niet, weet je, als je hart uitvalt? Dat is wat we die kinderen willen aanbieden, ja? Dus ook nogmaals de oriëntatie op jezelf lessen. Voor groep 7 en 8 zijn we aan het herschrijven. Nou, de bedoeling is dat die leerkrachten deze ervaring meenemen. En we gaan dus landelijk met dit project. Er zijn dus al een heleboel scholen in Paramaribo en Saramacca die we hebben gehad. We zijn nu hier, Kommerwijnen, Marrewijnen. En de volgende keer, ik denk dat het volgende maand is, wordt Koroni en Ikeri. Hoe lang duurt dit programma? Het is ongoing. We hebben nu professor Padu uit Washington hier. Maar hij heeft al zoveel mensen getraind. En je ziet ook de mensen die de workshop presenteren. Dat zijn gewoon onze leerkrachten. Hè? En ik geniet eigenlijk het meest van het enthousiasme van de leerkrachten. Dat ze zo bezig zijn, dat ze loskomen, dat ze ideeën opdoen. En dat is geweldig. En dat is precies de bedoeling. En dat ze dus ook wanneer ze maandag weer naar school gaan, het op die andere manier kunnen proberen. Professor, you just had a presentation. What was the message that you delivered? So the message is to go back to the classrooms and engage children in activities that will not only help them learn the subject better, but also think outside the box, be creative, become a critical thinker, and not just learn one subject, but while you're learning the mathematics, also understand how science connects to it, how technology connects to it. So it is about how you learn in a holistic way. Integrated, stream-based approach. Is that the essence of the B-streaming for children? Yes. B-streaming stands for basic education through science, technology, reading, engineering, arts, mathematics to inspire the next generation. So the people that can inspire are the teachers. So the B-streaming is helping train and work with teachers to enhance their pedagogical practices so that they can go back to the classroom and improve the learning of students. So essentially, understanding that in their classroom, children can be better problem solvers if they can solve problems using drawings, using hands-on approaches. So it's about helping teachers understand different ways of presentation in the classroom so they can engage children better, so they can start to enjoy the subjects better also. And how important do you find this program for children? Oh, the children love it. We have been in many districts now, and we have not only seen the children engage very well, they are also starting to do better in their subjects actually. So we have examples of schools that we have worked with that are actually now performing better at mathematics because they are able to do the problem different ways. Passagiers in de bus, als jullie even mee luisteren. Een derde deel van de passagiers stappen bij de eerste halte uit de bus. Een tweede deel van de rest gaan bij tweede halte uit de bus. Nu zijn er 5 passagiers in de bus. Hoeveel passagiers waren er in het begin in de bus? Dezelfde som gaan we maken. Er staat geschreven, 1/3 deel van de passagiers staat bij de eerste halte uit. Wat gaan we doen? We halen die ene er uit. Dat is 1/3 deel. Er staat er verder geschreven, 1/2 van de rest stap uit bij de tweede halte. De helft. 1/2 is gelijk aan de helft. Toch? Wat doen we? We halen dat andere deel eruit. Wat blijft over? Nu zijn er 5 passagiers over. En deze 5 passagiers is gelijk aan 1/3.
zitten. Dus als we dan alle drie bij elkaar zouden zitten, 5 plus 5 plus 5 komt ook op 15. I want you to, this last sentence she said, she did not do 5 times 3. She said 5 plus 5 plus 5. In fact, repeated addition is multiplication. The children need to understand, they should not memorize tables. If I want 3 multiplied by 5, I'm just adding 5 3 times or 3 5 times. So this idea of repeated, and so this is, but the most powerful thing is she's using tools, right? She's using kinesthetic. This is called kinesthetic learners. They are using by hands-on learning. They are using with hands. Wat kunt u ons vertellen over het B-streamingsproject? Over het B-streamingsproject is een innovatieproject die leerlingen naar een ander niveau van denken, een ander niveau van lesgeven hier in Suriname daar naartoe brengt. Het B-streamingproject gaat ons brengen naar een andere vorm van lesgeven hier in Suriname op een makkelijke manier en op een innovatieve manier lesgeven in de toekomst. En hoe zal het in de praktijk in het voordeel werken voor de kinderen? Het zal zeker goed werken in de praktijk voor de kinderen. Want bij de B-streaming, wat er daar allemaal uitgelegd wordt, is dat de kinderen het niet alleen maar horen van de juf, maar dat ze het ook zien. Ja, in de praktijk, ze zien het in de praktijk voorkomen en dat gaat ze daar gaan ze beter gaan opletten in de klas. Als ze het zelf zien, het komt in als een verbeelding, dus wat komt op hun niveau. Het B-streamingsprogramma is al een tijdje bezig en het is gefocust op vooral nu de basisschool en de manier van lesgeven om het integreren van verschillende vakonderdelen. Het is science, het is reading, het is engineering, technology en vandaag was ik hier bij de groep van natuur en techniek. Wat kunnen we verwachten van het programma B-streaming? Nou, zoals we weten is het ministerie van Onderwijs hard bezig om het curriculum steeds dynamischer te houden. En we kunnen in Suriname ook niet achterblijven met de ontwikkelingen. En met het B-streamingsproject zie je dat we de leerkrachten vooral tools aanbieden om hun lessen dynamisch te maken. In te spelen op de 21ste eeuwse manier van lesgeven. Hoe zal het in de praktijk in het voordeel werken voor de kinderen? Nou, sowieso is het een voordeel omdat we zijn in een andere tijd. Dus de manier waarop de kinderen lesgegeven wordt, moet ook verschillen. Hun omgeving is anders, hun denkwijze is anders en we willen ze vooral kritisch laten denken. Zelf op onderzoek laten uitgaan en minder voorkomen, zoals we dat noemen als je zegt traditioneel doseren, maar je wil ook dat ze op onderzoek uitgaan, tot zelfontdekking komen en dan zien we dat ze in de toekomst bewuster gaan kiezen voor beroepen. En we weten, de beroepen die er komen zijn helemaal gebaseerd op technologie, de ontwikkelingen die er zijn. Dus we moeten onze kinderen voorbereiden op die toekomst. Here is a picture I'm drawing. Simple question. How many squares do you see? 10. Whoa, that was quick. 10. Many of you are like, wait, I only see 9. Ten. Right? Ten. So, 10, very good. So, some of you saw 9, agreed? Yeah. Right? Why do you see 9? Because my question said, how many squares do you see? That's like an exam question. So you just count, your mind went like psychologically, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Because your mind was only seeing the small one as a square. You forgot that there is a big square. And so there is a child who's a critical thinker. Oh, what did you say? Oh my God, there's two creative thinkers. Now, I want you to understand, not just critical thinkers, but creative thinkers. And what did I do just now? I made many of my class students, today your students, I'm the teacher. I made 80% of you fail. Why did I do that? Because not because I want you to fail in the exam, but I wanted you to learn from others sitting right next door, right? Why did that happen? Why are these two children the most creative in their class? Because, you know, they were thinking inside the box, right? So
What they were doing in their head was they were listing, so many of us are not very organized. Those that saw 9, you only saw the little squares, right? This is 1 by 1, that's 1 by 1 squares. How many are there? 9. Many of you saw that, but your mind is not making that extra effort. So this child here immediately saw, oh, there is a big one. So but what you did, sir, is you jumped. You're not organized, but you can think nicely, but you just jumped like 3 by 3, right? And that was one square, but you missed out on what? In your head, when you were organized, you didn't organize yourself. So the lady there and the minister, they organized and they realized, wait, there's 1 by 1, there's 3 by 3. Of course, there should be 2 by 2s, right? That's a square. That's a square, 2. That's a square, and that's a square. And then you see 2 by 2s and there's 4. So now, so the goal was not to make you all fail. The goal was to make you learn, right? So to make you from a regular thinker to a critical thinker to a creative thinker. So your textbooks should make an effort to make that leap. Like, you know, and if the textbooks don't do it, you do it. You are the ambassadors. Wat zijn uw verwachtingen van het programma? Verwachtingen van dit programma heel hoog, omdat we beogen om de Surinaamse kinderen meer te leren in het vervallen. En hoe zal het in de praktijk in het voordeel werken voor de kinderen? Het gaat iets van voordelen voor de kinderen, omdat de meeste kinderen meer bezig zijn met een laptop en hun telefoons op school. Dus om ook over te schakelen naar dit systeem, denk ik dat we betere aandacht kunnen vasthouden en ook meer resultaten kunnen krijgen uit de kinderen.